Jongens, meisjes, papa's, mama's, opa's, oma's, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Wow, ik sta bij het hoogste gebouw van de wereld, de Burj Khalifa. Genoemd naar de president die deze ontzettend hoge toren liet bouwen. Enig idee waar deze toren staat? De kinderen van basisschool De Kweer uit Neer kregen een kerngezond smaakles waarbij ze hun eigen gezonde gerechtje mochten maken. De zintuigen werden getest en er was een super moeilijke groentequiz. De kinderen van basisschool Meander uit Reuver gingen aan de slag met alle drie de pijlers van kerngezond. Gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag. Zo was er een heuse boxclinic van Sportcenter Balance. Een discussie over maatschappelijke thema's als oorlog, klimaat, immigratie en ongelijkheid. En ook werd er een gezonde en lekkere wrap gemaakt en opgegeten. Ook dit jaar zetten de kinderen weer hun beste beentje voor in de scholenchallenge. In het prachtige aardbeienland, het gezondste land van de wereld, zijn er maar liefst 3 uitdagingen te overwinnen. 1. Beat the rope, oftewel touwklimmen. 2. Cornhole, wie gooit het zakje door het gat. En 3. Een heuse obstakelrun met vele hindernissen. Wie wordt de opvolger van basisschool De Triolier uit Reuver? Wie wint de nieuwe scholenchallenge? In een nieuwe scholenchallenge is het nu ook de beurt aan basisschool De Brink uit Meldersloo. Al jaren een gevaarlijke outsider voor de winst in deze scholenchallenge. Dit zijn de krachtpatsers die zich hebben gemeld voor het eerste onderdeel, Beat the Rope. En daar gaan ze! Hoor eens wat een aanmoediging! En de deelnemers gaan ook super snel en soepel omhoog. Dit wordt een geweldige tijd! Ja hoor! Liefst 33 bonusseconden. Wat een begin. Goed gedaan. En hier staan al de toppers voor het onderdeel Cornhole. Wie gooit het zakje door het gat? Nummer 1 gooit en... Oei! Nummer 2 mag nu en hij gooit super slim tegen het zakje. Nummer 3 dan. Oei! Iets te hard. Nummer 4 gooit net naast. Jammer. En nummer 5 mikt ook net naast de plank. Het blijft bij 5 bonusseconden en dat brengt het totaal op maar liefst 38 bonusseconden. Op naar de alles verpletterende obstakelrun. En deze kanjers gaan de strijd aan met de elementen. Daar is het startsignaal. Nummer 1 kent geen angst op weg naar beneden. Nu nog even omhoog. Nummer 2 nu door het touwennet. Goed zo. Nummer 3 over de balk. Gaat ook goed. Nummer 4 door de banden. Of over de banden in dit geval. Toppie. Nummer 5 moet via de touwen, zonder de grond te raken. Op weg naar nummer 6. Wow, goed gedaan. Nummer 6 maakt tempo over de paaltjes. Klasse, dit wordt een goede tijd. Nummer 7, de laatste, op weg naar de bel. Zo, dat doet hij goed. En daar is de bel. Goed gedaan. De tijd geeft aan. 85 seconden. Maar daar gaan nog de 38 bonusseconden af. Dat brengt de totaaltijd op 47 seconden. Ik herhaal, 47 seconden. Dat betekent de koppositie voor basisschool De Brink uit Meldersloo. Gefeliciteerd, toppers. Maar blijven zij ook aan kop? We gaan het zien in de komende weken.
Dat is beter. Hey allemaal, in het kader van jong leren eten gaan we vandaag heerlijke groentesticks maken met wat hummus. Voor mijn groentesticks gebruik ik een wortel, een bleekselderij en een paprika. Maar je kan verschillende groenten gebruiken zoals komkommer of courgette. Het maakt allemaal niks uit, het is jouw feestje. Voor het snijden heb ik mijn groenten gewassen en ik ga de paprika voor jullie snijden. Ik snij eerst het bovenste gedeelte eraf, daarna het onderste. Die bewaar ik wel, want die kun je gewoon gebruiken. En dan snij ik hem zo open. Dan maak ik hem open. En dan haal ik de pitten eruit. En het witte. En dan zou je er nog één keer met je mes doorheen kunnen gaan. Let op je vingers. En dan kunnen we er reepjes van snijden. Zo, mijn paprika is klaar. Die leg ik alvast weg. Dan pak ik ondertussen mijn wortel. En die ga ik alvast schillen. Pak ik bij het groene vast. En dan kan ik hem rustig ronddraaien. En helemaal rondom schillen. Snij ik het bovenste stukje ervan af. Het onderste stukje ervan af. En dan snij ik hem één keer in de lengte. Maak ik er een kwartje van. En die nog één keer door de helft. En die hou ik voor nu zo. Deze identito. Deze nog één keer door de helft. Weer een kwartje. Draai ik hem om. Weer een kwartje. En dan leg ik ze allemaal in de lengte langs elkaar. Dan kan ik hem in één keer door de helft doen. En als laatst de bleekselderij. Deze schil ik ook even van tevoren. Anders is hij heel erg dradig en dat is niet zo lekker. Eigenlijk totdat je die groene lijntjes er niet meer zo goed op ziet, is het goed. En dan snij ik het onderste ook ervan af. Dat is niet zo lekker. Het bovenste. En dan doe ik deze door de helft. En dan door de lengte. Nog een keertje door de helft. Zo, dan zijn alle groenten gesneden. Die ga ik verdelen over het glaasje. En dan soort bij soort. Doe ik de wortel hier. Druk ik een klein beetje door. Pak dan de paprika. Die steek ik er daar in. Druk ook een klein beetje door. En als laatst de bleekselderij. Die druk er zo bij. En dan kun je zo gaan snacken. Dus dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Het antwoord, de Burj Khalifa, staat in Dubai. En is maar liefst 828 meter hoog. Niet normaal, hè? Bedankt voor het kijken. Blijf allemaal kerngezond en ik reis gewoon verder. Ik ga naar Petra. Doei!